Kijk, hier staat er eentje die ik vind dat echt in bos, tuinen, thuis wordt. Ja. Dus dat is de Ribes Alpinum. Het nadeel van dat ras is dat is vrouwelijk, mannelijk. Er staan mannetjes ook. Mannetjes zie je op het moment alleen maar op blad staan. Ribes Alpinum wordt vaak, vooral de mannelijke vorm, wordt vaak als sierplant gezet. Nou ja. Maar als je er een vrouwtje bij zet, dan krijg je dit. Een besje dat totaal anders is van smaak. Het lijkt op een klassiek aalbesje en rode bes, maar smaakt totaal anders. We gaan dat een keer uitproberen, hè. Maar het is een ribes die niet zuur is. Ja, het is een zacht aroma dat erin zit. Dus, maar ja. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Ik heb zo de gewoonte van mensen, als ze aan het proeven zijn en ik onder begeleiding, dan pluk ik altijd een aantal ribes alpinumpjes. Ja. Het is een cultivar, hè, want... En dan laat ik die achter de rode bessen proeven. Dan zijn mensen echt verrast van al die toch zuurige dingen, om dan plotseling iets te krijgen dat totaal zacht van smaak is. En welke cultivar is dat dan? Dit is Elsa. Elsa? Ja, er zijn een aantal cultivars van bekend. Wij werken met Elsa en mannetje dat wij gebruiken is Schmidt. Schmidt. En hoeveel mannetjes heb je per vrouwtjes nodig? Wij hebben één op één staan hier, maar één mannetje kan ook weer meerdere vrouwtjes aan. Maar is dat dan een stuk of 10 of zo? Geen idee, nooit uitgetest. Ik heb nooit commercieel uitgeplant gehad. Dus, het hangt een beetje af van de afstand. De bijtjes moeten de afstand kunnen overbruggen. Dus eigenlijk binnen de 10, 15 meter is zeker geen probleem. Ja, ja, dus ja, kun je er eigenlijk vrij veel planten als je dat in een cirkel zou doen. Ja. Nee, maar het is wel, ja, ik denk dat het inderdaad, gelijk hoe je zegt, een ideale voedselbosplant is. Vooral omdat die zoet is en veel mensen hebben zoiets van, Geneverbessen, like hoe dat dikwijls genoemd wordt. Ja, klopt. Is zo zuur, maar dat is hier. Ja. Ik zou zeggen, try it out. Geneverbess is Oost-West-Vlaanderen. Kennen ze dat niet in Antwerpen of in de Limburg? Nee. Nee. Allemaal andere volksnamen, afhankelijk waar je bent. Dus, ja. Ja, het heeft veel namen, Aalbes, Geneverbes. Maar Geneverbes, eigenlijk de Geneverbes, de echte Geneverbes, is een conifeer. Ja, inderdaad, klopt. Dus, Juniperus. Ja, communus. Ja, voor mij was dat verrassend, want ik ben een campingjongen, als ik hier kwam, om in één keer mensen te horen vragen achter Genevers. Ja. Van, hè, wat zijn dat? Ah, dus ik, omdat ik aan de conifeer dacht, zei, dat kan niet dat ze dat vragen, bleek dus dit te zijn. Ja. Zo moet je je inburgeren. Hè. Ja. Zoals in bepaalde streken de cassis, de zwarte bes, paters noemt. Dus, ja, inderdaad. Dat is dan iets dat ik niet echt Maar ik kende dat ook niet, dus... En als je in Limburg bent, krijg je weer andere namen. Dus. Ja. Merci. Alsjeblieft.